het ene na het andere warmterecord sneuvelt. Ja, zeker met het zachte zonnetje van gisteren voelde het ontzettend warm voor deze tijd van het jaar. Sterker nog, afgelopen week was de warmste eerste week van januari ooit. Het heeft u ongetwijfeld ook gemerkt als u een skivakantie had gepland in de kerstvakantie. Zelfs hoog in de bergen van Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk was het groen, zoals hier. De skijas die kon soms zelfs uitblijven. Nou, de hoge temperaturen die hebben niet alleen impact op de kale pistes, maar ook in onze eigen natuur gaan we dat merken. Ja, die warmte heeft echt wel gevolgen voor de natuur, zeker omdat het zo langdurig is. Je ziet dat bomen weer langzaam knoppen beginnen te krijgen. Pollen zijn overal weer. Het kan maar zo zijn dat je last hebt gehad van hooikoorts met die warme lucht en veel wind daarbij. Verder dieren die geen winterslaap meer houden, maar een powernap. En we hebben ook al vlinders en bijen gezien. De trend voor de komende jaren is wel dat dit soort situaties vaker gaan voorkomen. En dat het winterseizoen echt wel wat wordt ingekort. Ene warmterecord na het andere warmterecord verbroken en die wind is ver te zoeken.